hele goede morgen nog, net op de rand. Ja, ja, 11:53. Rebecca die is boven bezig en nee, ik ben nog niet opgemaakt. Waar is die daar? Dan doe ik het met de deur dicht, omdat ik er niet verder naartoe durf te gaan. En er zit er ook eentje op de picknicktafel te mekkeren. Goedemorgen nog, net op de rand. Ja, ja, 11:53. Rebecca die is boven bezig en nee, ik ben nog niet opgemaakt. Maar welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En waarom ik nog niet opgemaakt ben? Nou, ik wil maar vandaag weer even doen. Dat weer even bijkleuren, dat begint weer vaal te worden. Dus dat komt helemaal wel weer goed. En ja, daarom ben ik dus niet opgemaakt. Ik moet dat eerst weer gedaan hebben, maar het maakt niet uit, er wil er één erin en dat is onze kandel. Die heeft net in de gang eten gehad. Die heeft eten gehad in de keuken en dan komt Rebecca eraan. En de kandel duikt gelijk weg onder de tafel door. Ja, nou even het eten van Ewen oprapen. Zo, en weer afschermen met een bakje. En ook dat moet ik vandaag doen. Allemaal. Maar dat komt allemaal goed. Ik heb het vandaag dus nog druk. Ja, ook Rebecca heeft het druk. Want die mag slingers eindelijk van het plafond nog afhalen. De slingers. Dus ja, en ik moet nog met Rijka eruit. Ook dat nog. Maar ik wil ook nog even eten. Ja. Het was afgelopen nacht later geworden dan het zou. Ik heb gisteravond een hele gezellige avond gehad met Chrissy. Jullie weten dat ze er waren. Ze is nog even in beeld geweest. Maar we zijn ook samen weg geweest en het regende. Ja, Rijka die was drijfdoornat. We waren met de auto naar de dijk. En nou ja, ik kon jullie niet meenemen vanwege de regen. Ja, mijn telefoon is niet waterdicht. Niet op die manier. En dat beestje was drijfdoornat. Trillen helemaal. Maar ja, we zijn eventjes ook bij de uitstrooipunten geweest van onze dierbaren. En ja, Chrissy kennende, die staat dan daar gewoon hardop te bidden. En het boeit haar niet wie haar hoort of wie haar wel hoort of niet hoort. Dat maakt haar niks uit. Maar een hele gezellige avond dat we ook weer thuis kwamen. Nou ja, we waren zelf ook zo wat doorweekt. Dus even ons afgedroogd en al. En nou, toen belde Karin nog. Nou, hebben we ook een hele tijd met Karin en Roderick aan de praat geweest. Dus ja, het was een hele gezellige avond. Vannacht heb ik nog met mijn hoofdmoderator Fred van der Kaap zitten te bellen. Want er was weer wat aan de hand op Facebook. Dus ja, allemaal gezellige dingen. En het enige wat ik op Facebook heb gedaan, dat is nog een plaatje, want ik heb wel nog snel een plaatje weten te maken. En die heb ik enkel in PB eventjes weggeslingerd en voor de rest heb ik het gelaten wat Facebook was. En ik heb de boel afgesloten, dus ik was te moe om wat te doen. Nou, dat was mijn avondje wel. Ja. En dan ga ik voor mezelf zorgen. De dieren hebben eten gehad, Rijka heeft eten staan, dus ik ga gewoon brokken, ik krijg vanavond een vlees. Ik ga er anders aanpakken. Ze dus krijgt één keer per dag wat vlees. En voor de rest is het brokken. Ja. En kijken of dat wil. Ze moet ook brokken eten. Ja toch? Ja. En ze krijgt gewoon niet veel vlees, zodat ze honger blijft houden. Hopelijk. Ja. Maar oké, ik zal wel ook even een broodje eten en ik moet nog wat weggooien. Ja, anders komen daar insecten op af en dat wil je niet hebben. Hé, zo'n zakje voor kattenvlees, weet je wel. Ja. Hé, meisje, ja, ze is lief hoor. Dus ja, oké, lieve vrienden. Oh, kom je daar ook even bij, schat? Hé, joh, ze is ook zo'n lieve kind. Ja, je bent niet lief. Oeh, je bent niet zo lief. Oh, ik ben niet zo lief. Ja. En het ging goed, hè, tussen jou en tante Chrissy. Ja. Hé?
Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. Oh, hebben jullie het al gezien wat ik gekregen heb? Ik geloof het niet, ik weet het niet. Jawel, gisteravond, ja. Al die doosjes met parfum. Ja, en deze. En nog een, ja, wat voor kleur is het? Het is niet rood, het is niet roze, het is niet paars. Het heb er allemaal een beetje tussenin gezeten. Ja, het is maar net hoe het licht erop valt. Ja toch? Maar oké. Ze zeggen, tot later maar weer. Doei! Kijk, lieve vrienden. Rijka is weer bezig geweest. Weer een lekkere gat gegraven in de tuin. En alles weer eroverheen. Ja. Nou, dat moet ik maar weer zien aan te vegen naar deze hoek toe. Dat het weer de tuin in kan. Ja. En dan dat gat weer dicht zien te krijgen. Ook dat nog. Dus dat gaan we eerst even doen, want anders loopt het allemaal maar in en dat wil ik niet. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga even aan het werk en daarna zal ik Rijk uitlaten. En dan kom ik wel weer even terug. Ja! Hey Win! Ja! Ja, hallo lieve vrienden, we zijn net weer binnen. Ik heb ook de boel al aangeveegd voordat ik wegging, wat ik ook gedaan zou hebben. We zullen het eens dus even weer laten zien hoe netjes het weer erbij ligt. Ewen die is binnen. Dat het was weer aardig netjes bij. Het gat is weer gevuld tot zover. Dat Rijke die ligt daar. En ook meneer Kandorf is binnen. Hé, Jonno? Toch? Of niet dan? Nou, hij denkt ook, bekijk het maar even. Hé, bekijk het maar even. Jo. Kereltje. He, nat he, buiten. Ja. Begon weer te regenen. Ja, niet fijn. Echt niet fijn. Nee. Maar oké, maakt niet uit. Kan de pret niet drukken. Ik ga een bak koffie doen. En als ik een bak koffie op heb, ga ik naar boven toe. Mijn haar doen. Dat ben ik nog niet netjes. Ik moet eerst erin, een dikke uur. Dan als ik weer beneden ben, ga ik... dat opbredderen. En dan is het uur nog niet voorbij, denk ik. Dan ga ik zo vast voor de pc aan het werk. En dan zien we het wel weer. En nog een bakje koffie er weer tussendoor dan. En dit gaat straks gelijk mee naar boven. Want er zitten mijn cadeautjes van Chrissy in. De slingers, die heeft er... Rebecca ook al weggehaald, die liggen daar nou op tafel. Dus die moet ik opruimen. Moet hier nog verder even de boel opruimen. Er liggen nog wat dingetjes, dat kan ook opgeruimd worden. Maar dat komt allemaal goed. Ja hoor. Ja, dat gaan we allemaal even vandaag zien te realiseren. Want die sokken, nou, die kunnen ook opgeruimd worden. Want... ja. Waar moet ik erbij? Ik heb eentje laag wil leggen, dat is dat monddoekje voor het geval van nood, dat ik dat nodig heb. Maar ik hoop van niemand, ik kan er niet tegen. Dat is 1 minuut op en hij legt er 1,5 uur af en weer 1 minuut op en weer 1,5 uur af. Ja, dan moet ik op aankomen. Nou ja, dat lukt me niet, nee. Ze moeten dat daar in Den Haag afschaffen, ja, het helpt toch niks. Vooral niet als je hem onder je kin hebt hangen, nee. Je zit druk te wat is appen of te sms of weet ik veel wat. En het monddoekje hangt hier. Ja, zo. Nou, dat helpt hem toch niet? Nee, zit je in het vliegtuig, je bent verplicht om een monddoekje om te hebben, ja? Nou, je krijgt eten, drinken en het hangt hier. Rutte, gebruik je verstand. Nogmaals, ja. Maar oké, ook degenen die allemaal bang zijn... Je hoeft niet bang te zijn hoor. Nee. Echt niet. Je hoeft niet bang te zijn. Nergens voor nodig. Wees gewoon. Doe normaal. Doe je al gek genoeg. En wees vrolijk. En doe je ding wat je doen moet. En nogmaals. Zo'n monddoekje helpt 2 keer niks. Het helpt juist in het nadeel. Ja. Je kan daar juist ziek van worden. Ja. En zoals wij... die ademhalingsproblemen hebben, niet alleen de COPD, maar ook mensen met hartfalen, noem maar op. Er zijn genoeg mensen die
problemen hebben met ademhalen en die dan niet zo'n doekje voor kunnen hebben. Nee, ik moet nou ook hoesten en ik bekeer niks. Ja, en dan nog wat. Verkoudheid. Hooikoorts. Als je niet zo hoest, dan moet het eens en blijft besmettelijk. Op wat voor manier dan ook. Vroeger, als we zo aan het hoesten waren, want het is ons geleerd om in de hand te hoesten. Of te niezen. Nou, dan, ja, dan geef je elkaar ook weer rond. Ook al heb je het afgedroogd aan een doekje of wat dan ook. Of aan je, als je niks bij hebt, ja, wat doe je dan? Aan je broek of weet ik van waaraan. Maar dan geef je ook elkaar een hand, een knuffel of wat dan ook. Dan hou je ook geen afstand, nee. Dus ja, gebruik je verstand, denk ik. Ja, toch? En nooit iemand die er geklaagd heeft en nou dat het een andere naam heeft, corona, en dan ja, we hebben het een afkorting nou gegeven, die afkorting vergeet ik steeds. En dan met 19 erachter, COVID-19 of zoiets, ja, weet ik veel. Maar in ieder geval, jullie begrijpen mij wel en het heeft een andere naam en iedereen zo bang, nou waarom? Het is een virus en het blijft een virus, net zoals de griep. Enkel deze is wel een beetje erger, want ja, je krijgt een beetje ademhaling en je gaat er dood aan. Maar je gaat ook aan de griep dood. Tenminste, kun je dood aan gaan. En aan deze kun je ook dood aan gaan. Maar je kunt ook overleven. Er zijn nog zoveel mensen die het overleven hebben. Ja, dus... Oké, je komt er heel moeilijk bovenop, maar er zijn ook mensen die er heel moeilijk bovenop komen met een normale griep. En dat wordt vergeten. Ja, dat wordt gewoon vergeten. Maar ja, ik vergeet dat niet hoor. Nee, echt niet. Maar ja, oké, lieve vrienden, we hebben genoeg erover. Genoeg. Ja, leuke dingen. Dat kan dan, die eindelijk weer eens kind binnen is. Ja, dat vind ik fijn. In plaats van buiten op de kletter te zijn. Hé? Ja. Maar ook ga ik nou naar boven. Ik ga eerst een bakje koffie doen. Daarna ga ik naar boven. Dus ik zeg tot later vandaag. Doei! Ja, ik ben net weer beneden. Ik heb even ook wat anders aangetrokken. Want ik had het niet meer. Ik moest me helemaal wassen. Zo warm was ik. Dus heb ik even gedaan. En ik heb mijn haar even weer een kleurtje erbij gegeven. En nu is het in laten trekken en dan kan ik het uitspoelen. Ik heb het lekker wassen. Dus make-up komt er namelijk ook niet op. Nee, dat vind ik een beetje zonde van mijn tijd. En voor die paar uurtjes, ja, dat vind ik het niet nodig. Ik heb ook bezoek gehad en ik heb de boel hier alweer netjes. En het klimpje weer tegemoet. Dus ja, wie doet me wat? Twee keer niks. Twee keer niemand? Nee. Ik ga zo de computer aandoen en dan kan ik weer lekker even aan het werk met de computer. Weer even proberen wat in elkaar te zetten en weer naar YouTube te brengen. En weer wat in mappen doen, moet ik ook nog doen. Dus ja, het komt goed. De vaatwasser die draait ook, die is bijna denk ik klaar. Ik weet het niet eens, maar het doet er niet toe. Ik hoop dat het weer een beetje op tijd droog is voordat ik met Rijka moet lopen. En als ik pech had, dan loop ik maar met een natte hoofd met haar. Ja, ik kan er ook niks aan doen als je gaat zwemmen, is het ook nat. Ja toch? Ja. Enkel ik ga niet zwemmen. Nee. Maar oké, ja, en mijn andere armbandjes liggen me naar beneden, omdat ik het toch nog wassen moet. En die kunnen niet tegen water. Ja, die ene wel, maar die heb ik ook even schoongemaakt. Nou, dan komt het allemaal wel weer goed. Ja. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En doe het met een glimlach. Dat ga ik ook doen. Ja, ja. Maar oké, ik zou zeggen, tot later maar weer. Tot een volgende keer. Tot straks maar weer. Doei! Ja, ik vergat nog wat, maar mijn vlinderstruik die is zo bijzonder mooi. En op die bloem, er zitten twee vlindertjes bij elkaar. Waar is die? Daar. Dan doe ik het met de deur dicht, omdat ik er niet verder naartoe durf te gaan. En er zit er ook eentje op de picknicktafel te mekkeren.
die naar binnen wil. En dan ben ik nog ingezoomd ook. Ik wil even zoeken daar. Zo bijzonder, hè? Althans, dat vind ik. Ja, wie ben ik? Maar die hele struik, die is echt heel mooi. Ja, dat was mijn vaas waar ze die klaar is. En dan zie ik het vlinder. Ja, ik zie er nog één, maar ik ben die andere vlinder kwijt. Maar ja, doe er niet toe. De volgende keer zit er buiten. En dan gaan we vlinders spotten. Ja, toch? Ja. Dat is de enigste nou nog. Mooi, hè? Zo mooi. Vlindertje, vlindertje, vlindertje. Ja, ja, ja. En daar hebben we Ewen die probeert te slapen. En waar hebben we? Hey. Hallootjes. Hallootjes. Kom maar aan. Leuk, hè? Ja, ze kunnen lief zijn. Echt waar. Hé, kan dat? Met jou, hè? Ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later.